Misschien was het misschien goed. Ik kan niet in het kamer toppen. Dat is ook wel goed. Dat is heel makkelijk. Graag wil ik ook mijn papa bedanken. Hij is er altijd voor mij en hij staat altijd achter mij in mijn keuzes en mijn beslissingen. Hoe dom dat ook soms waren. Dat is waar. Ik weet zeker dat u enkele grijze haren bezorgd hebt. Maar ik hoop dat je nu vandaag kunt zeggen dat je fier op mij bent en dat uw harde werk in uw opvoeding de moeite waard is. Dank u, papa. Mama, we hebben veel wilde en harde watertjes doorzwommen en we waren niet altijd de beste vriendinnen. Maar de laatste tijd is veel veranderd allemaal en ik kan mijn woorden niet beschrijven hoe graag dat ik het nu heb, gelijk dat is. En ik hoop zeker dat het zo blijft. Dat is voor mij wel eens gedaan. En ik kan alleen maar zeggen, Matje, ik zie je ook graag. Bedankt voor alles. Vandaag kan ik ook met een grote trots zeggen dat ik een nieuw koppel ouders erbij gekregen heb. Anna en Dini. Van de eerste dag dat ik bij jullie binnenkwam, was ik welkom. En dan vraagde mij eigenlijk wat ik was. Ook al maakte soms een beetje heel veel lawaai in mama. Toch, ik kan zeggen, ik kan mij geen betere schoonouders gewenst zijn. En ik voel me heel gelukkig. Ik ga goed voor u zo zorgen, dat beloof ik. En geluk en vrienden. En ik wil zeggen, dank u schoonmama en schoonpapa. En ik wil jullie ook een attentie. Aan alle andere mensen hier aanwezig, mijn familie, mijn vrienden, broers, nichten, tantes, onkels, oma's, maar die zijn al weg. Dus wij willen ook iedereen bedanken hier aanwezig te zijn. Het is onze dag en jullie zijn erbij en voor ons is dat gewoon de groot genoeg recht om te zien om jullie erbij te hebben. Wij appreciëren dat enorm. Sommige mensen hebben een grote rit moeten afleggen om hier te raken. Met die boekoe. en zij appreciëren het enorm. Dus aan iedereen, applaus voor jezelf. De laatste persoon die ik eigenlijk wil bedanken vandaag, is eigenlijk de reden waarom ik hier opgekleed sta. Want je herkent mij, ik draag niet veel kleedjes. Dus je moet er niet aan gewoon maken, mensen. Dat gebeurt niet meer, hè? Dus de persoon waarvoor ik hier sta, mijn ventje. Schatje, ik wil je heel graag bedanken voor alles wat je voor mij doet. Ze zijn mijn soulmates en ik zou mijn leven niet meer zonder u en zonder onze kindjes samen doen. En met dat allemaal gezegd hebben, want het is een hele preek, ga ik nu een beetje mijn klep dicht houden. Jullie kunnen vrij ademhalen.
jullie kunnen de dessert genieten, buikje vullen, de hartje gaan we dan een lap opgeven, mensen. Dus, gezellig, smakelijk en geniet met volle teugen. Et du soleil.
around.